Nou, als wij van de A7 vandaan komen richting Zwaag en we willen de afslag Zwaag doen, dan missen wij het bordje Zwaag op de ANWB-borden. Het is menig inwoner en ondernemer opgevallen. Als je vanaf de A7 de Westfriesiaweg oprijdt, staat bij geen enkele afslag het dorp Zwaag op de borden. Ik begrijp wel dat Zwaag is een onderdeel van de gemeente Horen. Maar wij zijn nog steeds een dorp met eigen ondernemers, eigen inwoners, eigen industrie en eigen carnavalsvereniging. Waar heel veel mensen komen. Dus wij vinden het een beetje raar dat Zwaag niet op de borden staat. Op social media reageren mensen verontwaardigd. Ondernemers komen zelf met creatieve oplossingen. Wij zijn eigenlijk begonnen met een klacht van de beddenspecialist hier in Zwaag. Die zei van ja, ik adverteer met Theo Bot Zwaag. En de mensen kunnen het niet meer vinden. Dus die meneer heeft nu een bordje op de stoplichten gezet bij de kruising Oostergouw-Dorpstraat. Om de mensen maar te verwijzen dat daar zijn zaak zit. Mensen moeten Zwaag wel vinden. En als je langs op de Nieuwe Weg rijdt, dan staan we gewoon niet op de kaart. En dat is erg jammer, want je ziet wel huizen. En dan vraagt denk ik iedereen zich af, wat voor dorp is dat dan? De provincie laat in een reactie weten dat het verwarrend zou zijn om op de borden bij de afslagen Zwaag te vermelden. Omdat de Westfriesiaweg al in Zwaag ligt. In overleg met de gemeente is er daarom voor gekozen dat er nog aparte plaatsnaamborden langs de Westfriesiaweg zullen komen. Deze worden in de loop van februari geplaatst.